De NV Havenbeheer wil meer mogelijkheden creëren voor exportgeoriënteerde bedrijven. Dat is het streven voor de komende jaren. Dit zegt directeur Andreas Stalea van de NV Havenbeheer in aanloop naar de viering van 45 jaar havenbeheer volgende week. Stalea vindt het belangrijk dat bedrijven worden gemotiveerd om te exporteren. Daarom zal de havenbeheer ook nagaan waar zij mogelijk de bedrijven kan faciliteren. Centraal staat dat de verdiencapaciteit van het land vergroot moet worden, zegt Stalea. Ondanks de lastige economische situatie waarin het land verkeert, is hij best tevreden over de prestaties van havenbeheer dit jaar. Wij zijn ook bereid met de ondernemers te praten om te kijken naar mogelijkheden die de havens kunnen bieden om dan hun bedrijfsactiviteiten naar behoren te kunnen doen. We hebben gepraat over exportindustrie, zo u wil in de industriezones. We kijken ook naar speciale activiteiten. Als we kijken bijvoorbeeld naar de bakovensector, dan bieden we speciale faciliteiten aan de bakovensector, zodat zij een andere behandeling krijgen, waardoor ze ook naar buiten toe bij de export van hun producten wat beter competitief kunnen gaan produceren. Dus zo ook zijn we bereid als er specifieke issues zijn, bereid om met de ondernemers te praten en kijken hoe we een oplossing voor zou kunnen zijn. Uiteraard, het gaat omtrent productie stimuleren, het gaat omtrent het land, de verdiencapaciteit van het land te vergroten. Dus daarvoor gaan wij. Dus wij staan open voor anything wanneer het gaat omtrent de productieverhoging. De import is dit jaar evenwel met 25% afgenomen, geeft Alea verder aan. Hij wijst er echter op dat als gekeken wordt naar de waarde van de import en de exportwaarde veel groter is, terwijl qua volume het importvolume veel groter is. We kijken naar mogelijkheden, alternatieve mogelijkheden, om toch wel het ladingvolume op peil te houden. Er resten 2 maanden nog en we zien wel wat het wordt. Voor ons uiteindelijk, maar voor het komend jaar zijn we wel positief gestemd als we kijken naar de stappen die worden gemaakt om de economische situatie weer op niveau te krijgen. Dus we in een jaar van inkrimping van de economie, dan houden we zeker rekening mee met dit, deze situaties. En we moeten innovatief blijven kijken en denken en werken aan de alternatieven die er zijn om toch wel als bedrijf het hoofd boven water te houden. Andreas Stalea, directeur van de NV Havenbeheer. We spraken hem vanmorgen naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van het bedrijf de volgende week.